Ik ben Sander van der Goes. Ik ben 22 jaar oud en ik zit in het landelijk bestuur bij DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Ik stem omdat het beleid wordt gemaakt voor de komende generaties en omdat ik vind dat die generaties daar ook een stem in moeten hebben. De politiek moet ervoor zorgen dat de wereld eerlijker wordt, te beginnen hier bij Nederland. Zo is het echt belachelijk dat er nu nog steeds mensen op straat slapen. 40.000 mensen zijn dakloos. En het is ook gewoon niet te verkroppen dat er zo'n lange wachtrijen in de GGZ zijn en dat de jeugdzorg zo onder druk staat. Daar moet de politiek echt wat aan veranderen. Ik zie bij de klimaatmarsen en bij de Black Lives Matter demonstraties dat jongeren massaal opstaan voor wat zij belangrijk vinden. En dat is echt het begin om de wereld en Nederland te veranderen. En om te zorgen dat we het niet alleen maar overlaten aan allemaal oude mensen, moeten ook jongeren echt naar de stembus toe deze verkiezingen. Dus ga stemmen voor jezelf en voor je generatie, maar ook voor de generaties die na jou komen.